En hallo mensen van J Movies, en ik ben hier samen met Nick en ja. Betty. Wie is Betty? Dat weet ik ook niet. En wij gaan hier een opdracht doen. Dit is een van de nieuwe leden van Doe Het Niet. Hoera. En wij zitten nu te wachten op mensen. Daarvoor, verderop. Ja, er zijn er mensen drugs aan het dealen. Smoke weer, dat wordt even. Ja, want anders zie je dat en dan hebben we liever niet. Maar we wachten en jullie zien het. Ja, zien, dat is. Ja, je ziet daar aan het kut is, daar heb je politie. Mensen die wonen ook. Ja. Daarachter heb je nog een weg. Daar zijn ook mensen die wonen en hier zijn drugsdealers. Ja, volgens mij gaan ze zo weg. Dus, We zitten nu te kijken om een andere plek van het gebouw. Of daar misschien nog wat is. En die mensen zitten er nog steeds. Nee, het is niet gelukt. We wouden net op gaan kijken. We wouden zijn hek klimmen, maar toen kwam zijn man. En die zei heel snel wegwezen en zo. Die werd echt boos. Oké, we hebben misschien een probleem hier hoor. Misschien wel een pech. Ja. We kunnen dit gebouw niet in. Nee. Er zijn gewoon te veel mensen aan deze kant, op de kant. En daar zijn die drugsdealers. En daar verderop. Dus dan zit een man en die houdt ons waarschijnlijk in de gaten als we weer daar overheen willen klippen. Dus of wij gaan nu een ander gebouw zoeken of we sluiten het hier af. Ja. Ik zou een ander gebouw zoeken, want dan is er een video en dan gaan ze... Ja, gaan we een ander gebouw... Dan gaan ze jou vermoorden. Oké, we hebben een ander plan. We gaan naar Uggelen. En dan gaan we via de bus. We hebben nu onze fietsen hier neergezet. En dan gaan we met de bus gaan wij naar Uggelen toe. Nu. Dan... zie ik jullie zo meteen weer. Fuck man. Fucking Bentley is zojuist opgepakt door de politie. Ja. Of door de beveiliging. Bentley die sprong op het spoor. Om te kijken. Maar hij is zo dom, hè? Maar nu hebben hem gewaarschuwd. Nu is hij aangehouden door twee politie en nu worden zijn ouders gebeld, want hij kon zich niet legitimeren. Nope, hij heeft een probleem. Hij heeft een fucking hard probleem. Ja, wij zeiden al zo, ja, dat moet je niet doen. En toen zei Jason, jij wordt opgepakt. Want er liepen twee mensen, maar ik dacht, dat doen ze niet. Ze gaan alleen uitspreken. Dat zijn echt een van de dingen die ik nooit zou doen. Maar die zeiden... Alleen als opdracht. Nee, maar dus nu staan er twee mannen bij hem. Nu worden zijn ouders gebeld door... Daarachter. Ja, door die mannen. En ja... Kut man. Dat is wel kut. Nou, we houden jullie op de hoogte. Nou, we hebben een probleempje. Bendy moet nu naar huis. Dus we kunnen de opdracht niet verder zetten. Vonden jullie deze video leuk? Geef dan een blauw duimpje. Dat moet je zeker doen als je Bendy steunt. En we gaan het nog wel een keer proberen. Zeker. In ieder geval, later.